Maar je ziet nu dat hij die swing volledig zich eigen aan het maken is. Ook met zijn verschillende clubs. Hij is niet alleen natuurlijk de manier hoe hij dat spel benaderd heeft de laatste 9 jaar. Maar ook de passie die hij nu al heeft. We zijn hier al een tijdje mee bezig. Hij kan zichzelf zien via dat YouTube kanaal nu. En kan 80 keer naar zijn eigen swing kijken. Stop dat in die brain memory. En dan zie je hier het resultaat. Je hoort ook de sound van de bal in de club. Je ziet, hij krijgt die glimlach niet meer van zijn gezicht. Hij is doodgelukkig met zijn spel nu. Ik kijk er nu niet naar en ik hoor gewoon elke keer crescendo. Hier, daar ga je al. Hallo. Hallo. Ik wil van Mariem kijken naar het doel. En ik heb hier Kissing the Knees. Weet je nog? Ja. Dan heb ik het gevoel dat ik die kant op kan lopen. Ja. Eentje nog met die club. En dan neem je een club meer. Maar ik heb al 5 keer hole-in-one geslagen. 2 in Amerika. En 3 in Nederland. Wat langste 210 meter. Er is het alleen dat verfijnde wat je eigenlijk nodig hebt om goed te kunnen spelen. En regelmatig die slagen te doen, die heb ik nu geleerd van Tony van Leeuwen. Hij heeft alle geduld. Een geweldige pro die ik iedereen aanraad om bij hem les te nemen. Geweldig. Dankjewel Tony. Top. Geweldig, geweldig. Blijf daar, twirl. Armando, dit is zo goed. Dit is zo goed. Dit is echt goed.